Welkom bij een nieuwe uitzending van Bij ons op het eiland. Ik ben Emiel Kolen. En ik ben Frederiek. In plaats van de spreuk, de Vlakkese spreuk, het Vlakkese volkslied gaan ontleden. Ja. Vertalen. De spreuken waren een klein beetje, waren we doorheen en we wilden ook niet dubbel gaan. Nee. Dus het Vlakkese volkslied gaan we regel voor regel, twee regels per uitzending, gaan we voor jullie uitleggen. Jij moet het vertalen. Akend Hollands. Akend Hollands, ja. Akend Hollands, ja. We beginnen natuurlijk met het nieuws. Ja, en er komt een oproep van de politie. Die zijn benieuwd waar dat ze een luchtdrukwapen vandaan komt. En ze hebben twee mannen aangehouden, inwoners van Goede Overflakkee. En in eerste instantie moesten ze blazen en blies een van de mannen een A-indicatie. En dat betekent dat er dan nader naar gekeken wordt. En toen hebben ze het voertuig onderzocht. En toen hebben ze inbrekersgereedschap gevonden. En nou, toen zijn ze gaan kijken wat er allemaal nog meer lag. En toen lag er ook een luchtdrukwapen. Nou, dat klinkt wel heel spannend, vind je niet? Ja, maar dat kun je ook gebruiken om... Volgens mij hebben iedere Vlakkese boer hier een luchtdrukwapen. Want ze schieten allemaal de hazen dood en zo. Ja, wat doe je er met een luchtdrukwapen? Ik weet het niet. Was hier op de Magdalenadijk. Luchtbugs, ja. Nou, dan moet je goed schieten hoor, met een luchtbugs. Ja, maar dat kunnen wij wel op Vlakkee. Ja, dat is waar, ja. Ja. Het was op de Magdalenadijk bij Oude Tongen. Dus ja, een beetje verdacht. Die inbrekersgereedschap vind ik altijd verdachter dan zo'n luchtdrukwapen. Ik denk, ja, dat is waarschijnlijk mijn hobby. Maar heeft u iets verdachts ooit gezien dat je zegt van, nou ja, ik weet wel, ja, ik vind het een beetje een raar verhaal, want we weten helemaal geen foto van het luchtdrukwapen, waar komt het nou vandaan? Het is gewoon een politiebericht. Ja. Ja, en die hoef je niet altijd te snappen. Ik ben heel benieuwd of er iemand in ineens zegt van, nou jongens, kijk gewoon naar het politiebureau en hier heb je het luchtdrukwapen wat jullie aangetroffen hebben. Ja. Maar weet u er iets van, dan moet u bellen. Ja. Het 0900 ja. 8844. Ja, een beloning is 120.000 euro. Misschien dat er nu iemand gaat bellen. Ja, dan moet jij betalen. Oh ja. Ja. Er is aangifte gedaan van een vrachtwagen in Middelharnis. Diefstal van een vrachtwagen, Frederike. Wat zei ik dan? Er is aangifte gedaan van een vrachtwagen. Van diefstal van een vrachtwagen. Ja. Dat is een beetje knullig, ja. Ja. Dat vind ik eigenlijk spannender. Een oude DAF was het. Hele vrachtwagen weg. Ja, een DAF van 1996. Dat is een beetje een oude DAF al. En hij was meer kleurig. Als ik nog gewoon zeg, hij was geel met blauw met rood. Volgens mij was die blauw. Blauw. Maar hij stond op het industrieterrein. En die had een gele nummerbord, dus is die meer kleurig. Dat vind ik wel een goeie, ja. Hij stond geparkeerd op het industrieterrein in Middelharnis. En het kenteken was BF-DT-47. Dus dat dan is wel handig om te onthouden. Dan Dirk Tienus 47 zeggen. Dat is, zeg je dat. Anders kunnen mensen wel eens van. Dat doe jij dan? Ja. Ja. We vullen elkaar aan. Heeft u hem gezien na, wanneer is die gestolen? 20 juni. Dan auto ervoor zetten, klem rijden en de politie bellen. Ja. En uitkijken voor een luchtbugs. Ja. straks die mannetje. Als je klem rijdt, dan heb je straks ellende. Uitkijken. Er is ook nog een preventiesurveillance geweest van het buikteam. Er komt altijd enorm veel commentaar op. Iedereen vindt het hoogst irritant, maar het is wel goed, want ze hebben weer een jongen van 16 jaar met zijn brommetje gepakt en die reed maar liefst 78 kilometer per uur. Dat konden ze een brommer, hè? Na een test. Ja, maar luister, ik rij heel vaak over het eiland, net als de meeste eilanders, en soms ga ik wel eens naast die brommetjes rijden en dan liggen wij in de auto helemaal in een deuk. En dan zegt onze dochter, kiek, hij rijdt, wat is het, 80? 82? Ze rijden gewoon zo snel. Ja, precies. Ja. Ja. Maar die bike team is dus achteraan gegaan. Bij de 78, toen zeiden ze, oh, stoppen. Nu kan ik niet harder fietsen, zei ze. Ja, rappe trappers, hoor, die van de bike team. Dat is, ja. Oké, nou gaan we over op wat serieuze nieuws.
We hebben het nog niet serieus gedaan. De ABN AMRO in Ouddorp gaat sluiten. Weer het kantoor van de bank wat dicht gaat. We hebben natuurlijk al verschillende dorpen gehad waar geen bank, zelfs soms geen pinautomaat meer te vinden is. En de ABN AMRO gaat ook over op virtueel bankieren. Dus je kan via de webcam kun je informatie krijgen van de bank. En de betaalautomaat die er nu staat, die wordt uitgebreid. Ja, dus daar blijft wel de automaat. In Achthuizen is die gewoon helemaal weggehaald. Maar daar in Ouddorp, Ouddorp is natuurlijk in de zomer ook gewoon een klein stadje. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, politiebureaus staan natuurlijk al weg. En het postkantoor. Dus ik denk dat ze ook wel een beetje balen daar. Ja. Kom goed. Het is al langer bekend dat hij weggaat, maar nu is het definitief. En 5 juli is de laatste dag. Dus nog allemaal even op 4 juli enorm daar die bank gaan spammen. Precies. Nog een bericht van de kop van het eiland. Ongeval een poos terug waarbij twee jongens om het leven kwamen op een zaterdagavond. Die werden aangereden door een auto met twee jongens uit Stellendam. Een 24-jarige man is onlangs aangehouden, want hij zou dubbel zo hard hebben gereden dan dat er mocht. En hij zou te veel gedronken hebben. En te veel gedronken. Dus maar dat was stom. Eigenlijk al wel duidelijk, want het was zo'n domme actie. Ja, dat je eigenlijk niet met je nuchtere verstand zo'n actie... Het was een soort inhaalactie. Nee, het ging zo. Die jongen, dus de verdachte die nu aangehouden is, die haalde een bus in. Met een hoge snelheid dus. En terwijl hij die bus inhaalde, kwam er vanaf een zijweg van de weg... die jongens die dus dodelijk verongelukt zijn, die staken de weg over omdat ze voor die bus makkelijk voorlangs konden. Omdat die bus natuurlijk dat rijdt niet zo hard. En die kwamen daardoor met deze auto in botsing. Dus ze werden eigenlijk geschept door de dader, door de verdachte. En daarbij was het dus een dodelijke afloop. En deze jongen heeft dus wel een serieus probleem. Ja. Ja. Weer een waarschuwing, geen drank op tijdens het rijden. Nee. Eigenlijk helemaal niet. Gewoon, nee joh. Het is niet voor niks, hè? De Bob-actie van de politie. Erg triest, twee jongens overleden. Ja. En nu wordt hij voorgeleid. Ja. Op verdenking van roekeloos rijgedrag. Nou, dat is wel de minste verdenking, denk ik. Nou, daarna gaat er natuurlijk een straf volgen. Hoeveel dat is, weten we niet. Wat we wel weten... Daar houden we u van op de hoogte. ...is dat er 3,5 jaar cel geëist is tegen de brandstichter van Michel Travel. Hij verklaarde... dat hij op zoek was naar de bus om die in brand te steken. Toen hij het niet vond, heeft hij maar het pand in brand gestoken. Ja, die bus was namelijk volgens mij al verbrand. Nee, die stond nog niet. Nee, dat is daarna weer. Zennikeweg. Nee, die was ergens anders, ja. Oh, dat maar, was daarna. Het rare is natuurlijk wel, later is die bus ook nog in brand gestoken. En daar weten ze ook de dader nog niet van. En dan zo'n getuigenverklaring van zo'n jongen van jongens, ik was op zoek naar die bus om die in brand te steken. Maar is niet zo heel slim, hè? Nee, dan zou je zeggen, dat heeft u misschien die bus ook wel gedaan. Ja. Maar daar wordt ook wel eens van gedacht dat het misschien een concurrent is geweest die hem in brand hebt gestoken. Maar wat het nou allemaal is, ik weet niet. Het is in ieder geval een beetje een raar zaakje. En hij zal waarschijnlijk toch wel een flinke cel krijgen. Want als je het al toegegeven hebt, dan is het al heel duidelijk dat je ervan niet vrijgesproken zal worden van brandstichting. En deze maand, in juli, komt daar de uitspraak van de rechter. Dus we wachten het af. We zijn bij de schooltjes geweest op het eiland. Er zijn verschillende schooltjes, basisscholen. Die hebben weer een groene vlag uitgereikt gekregen. En dat zat superleuk. Alle kindjes in groene t-shirtjes. Alles helemaal groen. Het Eco Schools project, hè? Ja, superleuk. Dat is, dan ben je ontzettend milieubewust. Er wordt binnen de school ook heel veel gedaan. Alles apart gescheiden qua afval en papier en zulke soort dingen. En er zijn zelfs schooltjes die hebben een eigen moestuintje. Nou, dat is echt wel heel leuk om te zien. Ja. Deltawind die sponsort het, hè? Deltawind die geeft elke school die een Eco School vlag krijgt, een groene vlag, die geeft die €500. Dus dat is ontzettend leuk en dat doen ze echt als extra stimulans om ermee door te gaan. Ja. Superleuk project. We zijn, dacht ik, 30 basisscholen op het eiland. En dat doen er nu zo'n 9 mee. Dus nou ja, daar hebben we nog even te gaan. Ja. Ja. De agenda, Frederike. De agenda, Emiel. Nou, er zijn eigenlijk weer zoveel dingen op het eiland. De rommelmarkten komen er weer aan. Het wordt natuurlijk mooi weer. Ja. En er is een buitenoptreden van een popcore. Concerten, zendingsmarkt in Dirksland. Bij de basisschool is dat de Prins Maurits. Die heeft een heel leuk doel. En het Zuiderdiep. In Stellendam, ja, dat gaat weer open. Dus daar moeten we natuurlijk met z'n allen naartoe. Precies, deze week wordt het eerst weer open. Dus ja, leuk. Opening, ga kijken. Mooi geworden daar allemaal. Ja.
En teletext begin onder 9 vind je alle informatie. Ja. Dan zijn we bij de... Het nieuwe item. Het Europese volkslied. Precies. Ja. We willen graag dat het gezongen gaat worden. Maar we gaan het waarschijnlijk wel even achter de film een beetje de deuntje laten horen. Want wij zijn er nog niet zo heel goed in. Het lijkt me heel wijs als wij dat niet doen. Maar we zoeken wel eventjes... Het begint. Vlakke is een eiland en het water is breed. Ja, zo begint het. Ik ga het niet verder zingen natuurlijk. Nee. Dus de eerste twee regels gaan we voor jullie vertalen. Vlakke is een eiland en het water is breed. Wie er woont, kan er wel over praten. Ja, nou, dat is zoveel als. Vlakke is een eiland en het water is breed. Eromheen, en, hè? Ja. Ja, eromheen. En wat zei nou wie? Wie er woont, dus wie er woont, die kan er wel over meepraten. Ja. Ja. Nou, niet zo ingewikkeld. Er komen nog ingewikkelder. Ja, er komen erbij. Die ga ik nog even op zitten. Ja. Maar... Ja, leuk. We gaan het Vlakkese volkslied even promoten. Leuk. Dus dat was het weer voor deze uitzending. Bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Dag.